Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Amai, it's been ages hè, dat ik mijn vlogcamera nog eens heb vastgehad. Maar ik zei over laatst tegen Niels, als er nu echt iets is wat ik echt graag doe of deed, is vloggen. Ik vind dat heel leuk en ik vind het ook heel leuk om dat te editen en zo, vind ik echt fijn. En dan zei Niels, ja, waarom doe je dat dan niet terug? En ik dacht, ja, waarom niet eigenlijk? Dus ik ga het opnieuw een kans geven, zien en terug proberen te vloggen. Het is wel, vind ik, een pak moeilijker omdat ik Nox niet in beeld breng. En altijd als hij dan de camera ziet, dan wil hij die pakken of dan wil hij mee op beeld. Dus dat vind ik echt vervelend dan. Niet vervelend dat hij dat doet, hè, maar gewoon vervelend omdat ik hem niet in beeld wil brengen. Dus daarom ben ik vorige keer ook teruggestopt, omdat het te moeilijk was. Maar oké, ik ga proberen gewoon te vloggen en te kijken wat gaat. Ik ben wat werk aan het doen. Het is vandaag maandag, dat is mijn vrije dag. En ik ben nu al Instagram aan het doen, want ik moest nog een opdracht afwerken. Dat heb ik net gedaan. En nu ga ik nog een videootje maken voor deze week. Dat ga ik even monteren. En mijn mailtjes doen. Dus dat is meestal wat ik zo op maandag doe. Voor de rest heb ik het redelijk rustig vandaag. Donderdag heb ik nog content staan. Wat ik moet maken. Maar ik ben nog aan het wachten op dat pakje. Dat zou normaal misschien vandaag aankomen. Maar ik denk eerder morgen. En dan kan ik dat donderdag filmen. En onze student daar is goed aan het studeren. Wist je dat ik dat ging zeggen? Ik wist het. Niels is goed bezig. Dat is nu met mij in de lach. Heb je al veel gestudeerd? Nee, ik heb nog 20 dagen. Oh, nog 20 dagen, oké. Niels heeft één herexamen. Echt juist, ik is er niet door. Dat is wel kak. Maar oké, van de VDAB moet je je herexamen doen. Anders kon hem zo tolerantiepunten inzetten. Maar dat mag dus niet van de VDAB, dus hij moet dat herexamen doen, wat wel stom is, want het is echt zo justicus. Maar ja, oké. Hij zal een van de volgende dagen wel beginnen met studeren. Maar nu heeft hij nog vakantie, weet je. Vakantie. Hij moet ervan genieten, hè, in zijn woorden. Dat komt nooit meer terug dat ik ooit nog eens zoveel vakantie ga hebben. En dan verspilt hem die vakantie een hele dag gamen. Zijn we wel bijna maximum level? Maar, oh, hij zit wel bijna maximum level, hè, mannetjes. Applaus. Echt, alle jongetjes van 16 die nu kijken, die denken, wauw. En de echte mannen van boven de 30 denken... Nee, je moet schieten, mannen dat ik weet wel dat er veel oude mannen gamen, maar die hebben dan toch een beetje geen leven, hè, niet? Nee. Oh. Maar ik vind dat gewoon zo, ik kan dat niet begrijpen. Want ik denk dat je gooit echt heel je dagen weg. Het is kei mooi weer. En jij zit gewoon de hele dag te gamen. Maar als dat is wat hem gelukkig maakt, dan moet je hem dat doen. Oké, ik ga wat werken en ik ga zien waarin ik jullie ga meenemen vandaag. Nox is bij mijn tante en mijn metekindje en mijn neefje. Alleen neefje, die is al 16. Daar spelen vandaag. Hij had er heel veel zin in. Normaal gaat hij naar de onthaalmoeder op maandag, zodat ik wat kan doorwerken. Maar nu is hij dus daar vandaag. Dat is ook heel fijn. Ik loop echt al de hele tijd in mijn BH. Maar ik ben te lui om naar boven te gaan om een bikini topje te gaan nemen. En het is echt veel te heet om iets anders aan te doen. Amai. Het is echt zo warm vandaag. 35 graden ging het worden. Maar I love it wel. Oh, zalig toch. Veel beter dan regen. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel echt uitkijk naar de herfst.
Want I love herfst en winter. Allee, kerst vooral. Zo januari en februari vind ik meestal echt stom. Ik ga trouwens mijn meloen schillen. Even op de composthoop doen. Voilà. En het wordt echt tijd dat we nieuwe kippen hebben. Hè. Er staat zoveel onkruid. Niels en zijn papa hebben dat pas afgedaan met de postmaaier. Maar er staat al terug zoveel. Ik ga even van kant wisselen. Oh. Amai, het is echt heet. Mannetjes. Zelfs de wind lijkt echt alsof er zo'n haardroger tegen uw warme lucht aan het blazen is of zo. Ik ga ook even terug het zwembadje vullen. Papa Snox trouwens thuis is. Ik ga die rond 4:30 halen. En dan kan die nog een zwembadje. Ik ben wel aan het denken om ervoor nog een ijsje te gaan eten. Eerst snel. Maar we zullen zien. Ik heb dat helemaal leeg gemaakt. En gepoetst. Stond denk ik al een week of zo. Dus dat was nodig. Want dat zag er zo wat vuil uit. Ik heb ook al die spulletjes afgewassen. En nu ga ik er nu water in doen. Ik heb daar de kraan nog klaar staan. En mijn laken ga ik ook naar binnen doen, want dat gaat ook klaar zijn. Kijk, ik ga 5 minuten in de schaduw zitten. Ik ga cola zero drinken. Ik ben echt slecht bezig als het op drinken aankomt. Allee, ik bedoel, ik heb deze morgen al een Red Bull gedronken. En dan nu een cola zero. Dat is gewoon niet zo goed, hè. Voor de rest probeer ik wel water te drinken. En we gaan straks barbecuen. Dus dan ga ik waarschijnlijk ook wel een glaasje rosé drinken. Zeker met het weer. Zalig. En oh, ik heb echt zo'n goede rosé gevonden in de Lidl. Eigenlijk mijn schoonmama heeft die gevonden. Dus shout-out. Die is echt zo lekker. Ik zal straks als ik eraan denk even de fles tonen. En ik ga nog eens even mijn mails checken, want er zijn er weer een paar bijgekomen. Dus, oké, gewoon reclame. Maar, oké. Deze ga ik ook wissen. En dan ga ik gewoon nog eens even kijken wat mails doen en zo. En dan denk ik dat ik zebiet ga en eerst snel naar de Action ga. Want ik moet nog poetsmiddel en zo voor de poetsvrouw. Want dat is op, had ik gezien. Dus dat ga ik nog doen. En dan is het tijd om Nox te gaan halen. Dus ja, ik heb niet. Ik heb wel redelijk wat gedaan vandaag. Maar ik heb ook even gechilled. Ik had een vlog gekeken op de zetel. Dus dat is wel chill. Dat is fijn. Mag wel eens. En ik moet ook nog iets regelen voor mijn ziekenkas. Want er was ook iets mis. Dus dat ga ik nog even allemaal doen. Even omkleden. Want. Ik heb mijn regels, maar ik dacht dat ze voorbij waren, want er was niks meer. En nu zie ik net dat er zo'n bloedvlek op mijn broek is. Dus ik heb even een andere short aangedaan, een andere van mijn broek. Ja, great, fabulous life. Goed busy, hè, papi? Ik ging jullie nog die wijn van de Lidl laten zien. En dit is het. Monali. Côte de Provence. Côte de Provence. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar dit dus. En dat is hem. Dus het kost niet veel en hij is echt super lekker. Ik
goed vasthouden dan, hè? Ja. Ja, hier, hou maar vast. Je moet mama zien, hè? Zie je mama zo? Mm. Zie je mama? Ja. Dat denk ik niet. Misschien, blijk, misschien mama haar borsten, ja. Maar hier is mama. Zie je mama nu? Ja, zo toch niet? Ik ga wel zien. Ja, maar je moet zo filmen. Zie je het zo? Zie je mama? Ja, en... Zie je zo papa? Hallo. Ja? Kan ik. Wacht, wacht, wacht. Oké, het is ondertussen avond. Het is 9:10. Oei, wacht. Want ik ga stilzetten, want anders dan ga ik claims krijgen. Sorry voor mijn rode ogen. Still got the eczeem around my eyes. En ik heb me net gedoucht. Maar het is hier nog kei heet, hè? Amai. En we gaan een spelletje spelen. We gaan nog eens keer op keer doen. Maak dat mee. Als je keer op keer wint, dan is dat niet erg. Ja. En hoogstwaarschijnlijk wint Niels weer. Zoals altijd, als we dat ooit speelden. Keer. Zoals keer op keer, inderdaad. Cozy. Ik moet van Niels de scores filmen. Je kunt al raden waarom. Omdat Niels gewonnen is. Niels heeft 28 punten en ik heb maar 12 punten. En nu gaan we naar binnen, want we worden opgegeten door de muggen hier. Het is 10:00 en ik ben echt moe. Dus ik ga slapen. Ik moet mijn haar ook nog even wat blazen. En dan kan ik erin kruipen. Niels gaat nog wat tv kijken. Wat ben je gaan kijken momenteel? Ik was de zolder van Van Alden zien, maar dat is gedaan. En nu Call Boys terug zeker, niet? Ja, dat had ik gisteren maar snel opgezet. Maar eigenlijk kijk ik naar El Chapo. El Chapo? El Chapo. Oh, amai. El Chapo. Maar pas begonnen. Ja? Hier. Oké, okay. Maar je hebt nog niks gekeken. Jawel. Ja, ik zie dat toch niet? Jawel, ik was begonnen. Leugens. Nee, nee hoor. Ja, ik kan zelf nog een keer aan het duwen, maar het werkt niet. Oei. Maar pak toch... wauw. Echt gewoon, de volle 5 minuten en een half heeft hem gekeken, hè? Wauw. Is dat niks voor mij om ook mee te kijken? Nee. Wat is dat? Seks. Seks, seks, seks. Ik zie het, hè? Heb je El Chapo niet? Jawel. Wie is dat dan? Die drugsbaron. Ah ja, gewoon, ja. Dat was echt puur een gok eigenlijk. Maar ja, ik dacht het wel. Oké, allez, ik ga slapen, hè, papi. Slaap wel. Ik kom nog een kusje. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. En ik ga werken. Het is 9:20, dus ik moet vertrekken. En ik moet om 10:00 beginnen. Niels gaat Naksje wegbrengen. En ja, ik zal zien. Ik weet niet, als ik iets kan filmen op het werk. Want als het druk is, dan is dat moeilijk. Normaal ben ik op dinsdagen altijd marketing. Maar vandaag niet, want er zijn veel mensen van ons team op vakantie. En ja, dan is het nodig om in de winkel te zijn, want we hebben ook geboortelijstje vandaag en ik denk 2 of 3 dragers. Dus ja, vandaag ben ik geen marketing, maar ik vind dat niet zo erg, want ik ben heel graag in de winkel. Dus komt goed.
Goedemorgen. Het is vandaag 15 augustus. Het is donderdagochtend. Het is een feestdag, maar ik heb ook altijd vrij sowieso op donderdag. De winkel is ook toe. En vandaag was onze uitgerekende datum voor baby 2. Maar spijtig genoeg is dat misgelopen op 10 weken. Wat is er, schat? Kom je? Oké. Ja, ik heb het toch wel een beetje moeilijker mee. Ik weet niet omdat dat zo echt die datum is. Ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Allee, ik heb er sowieso nog veel aan gedacht. Oh, pas op, die gaat vallen. Oh. En ja, ik weet niet. Het is zo weer ergens een beetje meer loslaten en afsluiten vandaag. Ik heb ook niet super goed geslapen, dat ziet je waarschijnlijk ook wel. Mijn ogen zijn best dik. Ik heb ook hoofdpijn. Ja, het is ja, niet zo leuk natuurlijk. Maar ja, oké, hoort erbij en ik wil dat ook graag delen met jullie, want dat is geen taboe en zoveel vrouwen gaan erdoor. Het is gewoon zo'n beetje denken van ja. Niet, ik was waarschijnlijk niet op deze dag bevallen, hè? Dat is gewoon de uitgerekende datum. Maar dan denk je toch zo van, goh, allez, ergens rond deze periode was ik bevallen en wat had het kunnen zijn en zo. Dus dat is toch wel even gewoon zo. Niet zo fijn. Maar ook weer een beetje afsluiten en we hebben net al lekker ontbeten. Niels had eitjes met spek gemaakt, was broodjes gaan halen. De Nox en Niels hadden ook bloemetjes voor mij bij, dat is echt super lief. En we maken er een mooie dag van vandaag. We gaan nu wat buiten spelen en dan denk ik dat we na middag naar de Merel hoeven gaan. Dat is een paal, dat is zo'n fietscafé, maar daar heb je heel veel voor kindjes om te spelen. En ik wou heel graag mosseltjes eten, dus deze avond gaan we met ons drietjes ook eten. Dus dat is ook wel fijn. En dan gewoon een beetje nadenken, een beetje babbelen. Komt goed. Weer zo een beetje afsluiten van een hoofdstuk, precies. Nox, voorzichtig, hè? Maar komt helemaal goed. Maar ik wou dat toch even delen met jullie. Ik denk dat ik de voorbije dagen, voorbije dag... ik heb gisteren denk ik niks op het werk gefilmd, want dat ging niet, het was veel te druk. Ja, nee, schatje, zelfs mag je. Goed, even wachten, goed? Ik wil jou filmen. Ja, je mag mij zelfs filmen. En ik heb alleen denk ik nog gefilmd dat Nox in de grijper zat met opa. En wat heb ik nog gefilmd? Ik heb nog iets gefilmd, maar ik weet niet meer juist wat. Ja. Ziet, dit bedoel ik dus dat het heel moeilijk is om met een peuter die heel de camera wil nemen of erbij op wil om te filmen. Ja, je mag, wacht. Oh, wacht, goed vasthouden, hè. Niet met je vingers voor de lens. Ja, oké. Wat zie je allemaal? Hout. Hout, ja. Zetel. De zetel, ja. En de stoel. Wat is dit? En mijn stuur. Je stuur heb je geknutseld. Met wie heb je dat geknutseld? Met Bente. Met Bente, ja. En wat is dit? Kan je dat ook vertellen? Wat is dat? Mijn dino-rugzak. Je dino-rugzak. En voor wat dient die rugzak? Voor bloot en de Ja, en waar ga je dan naartoe met die rugzak? Naar school. Naar school? Ja. Zoals de grote jongen, hè? Fijn. Fijn, hè? Ja. Ja, naar de school, zeg. En je hebt de dino gekozen, hè? Mooi, hè? En gaan we nog iets anders filmen? Ja. Wat is dit? Film maar eens. Wat is dit? Wie is dit? Hondje. Hondje. En van wie is het hondje? Van Nox. En heeft hij ook een naam? Hondje van Nox. Hondje van Nox. Noemt hij zo. Hondje van Nox. En wat zie je daar van achter? Wat is dat? Slijper. Slijper. Wow.
En daar van boven? Wat is dat? Paraplu. Parasol, ja. Parasol. Ja, een parasol is voor de zon en een paraplu is voor de regen. Ja. Oké. Okay. Gaan we stoppen met filmen? Ja. Oké. Okay. Ga je mama filmen? Ja. Oké. Okay. Wacht. Oh, ja. Wacht. Zie je mama? Oh, wat heeft mama hier? Wat is dat? Wat is dit? Nike. Nike. En... Mama Dirk. Heb je mama gefilmd? Ja. Hallo, goedenavond. Het is ondertussen vrijdagavond. Sorry, het raam hier van voor staat open. Dus als je auto's hoort, we hebben de raam even opengezet om wat te verluchten na die warme dagen. Ik ben een vlog aan het kijken van Zoella. Ik noem die nog altijd Zoella, maar Zoe Suik. En terwijl was ik bezig met naamstickers te bestellen voor op het school voor Knox. Mijn laptop is terug aan het opstarten. Want dat heb ik nog niet. Ik heb alles, maar je moet ook zo alles merken met stickertjes. En dat heb ik nog niet. En ik zag dat juf Maven... Amai, dat licht is echt zo lelijk. Wauw. Maar ik zag dat juf Maven een code had voor zo van die labeltjes bij Goed Gemerkt. Dus ik dacht, ideaal. Dan ga ik dat bestellen. Ik zal zelfs laten zien welke ik bestel. En terwijl ben ik aan het kijken naar Zoe Suk. En die zijn al... kerst en Halloween en herfst inkopen aan het doen. I love it daar. I love it. Oké, ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Maar deze heb ik besteld. Maar dan natuurlijk met Knox erop. Voor te plakken op de brooddozen. En we hebben met een zo dat groene gekozen met een tractor. En dan deze, maar dan met de autootjes achtergrond en ook met zijn naam erop. Maar ja, ik kan er geen foto van zien, want dat is weg nu. Heel raar. Oké, zo dus. Deze hebben we besteld voor op de brooddozen en drinkbekers en in zijn boekentas en zo. En deze voor in de kleding hebben we gekozen. Oké, ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vond jullie het leuk dat ik terug een beetje heb gevlogd. En deze luie ook. Hallo. Hallo. Je chillen? Jazeker. Dus zeker een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Ik ga proberen om vol te houden. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Dag! Dag! Dag!